Goedendag, mijn naam is Joost Hoogstraat, ik ben algemeen directeur van e-commercemanagers.com. Van harte welkom bij deze presentatie over klantbehoud voor sportscholen. Ik wil u graag even iets vertellen over e-commercemanagers.com. Nou, we bestaan sinds 2003. We werken landelijk. U ziet aan de rechterkant een aantal, de logos van een aantal organisaties waarvoor wij diensten hebben mogen verlenen. Die we tot onze klantenkring mogen rekenen. We hebben een klein en flexibel team. We bedrijven datagedreven marketing. Dat houdt onder meer in CRM, e-mailmarketing, marketing automation, organic en paid search en social media. En dat was even voor wat betreft het voorstellen. Waar ga ik het vandaag met u over hebben? We gaan het over trends in de fitnessbranche hebben. Een framework over hoe kun je naar retentie kijken. Hoe doe je een analyse? We gaan over een strategiebepaling kijken en uitvoering en evaluatie uiteraard. Nou, er is nogal wat aan de hand geweest in sportscholenland, onder meer door corona. Nou, deze cijfers zijn uit het fitnessmarkt en trendrapport van Blackbox uitgevers. Die hebben ze onder meer met de branchevereniging NL actief gedaan. En dan zie je eigenlijk, de cijfers zijn allemaal geïndexeerd ten opzichte van januari 2019. Dan zie je eigenlijk dat de omzet in 2020 nog aardig stegen kunnen we wel stellen. En dan komt natuurlijk corona 2 jaar en dat is er best wel ingeklapt. Want eigenlijk is die omzet met 25% of meer in elkaar geklapt. Nou, en in de loop van eind 2022 is het onderzoek uitgevoerd. En op dat moment hadden heel veel sportschoolhouders wel de positiviteit van geest. Dat ze verwachten dat eigenlijk in januari 2023 het nagenoeg weer bij het oude zou zijn. Of dat allemaal bewaarheid is geworden, kan ik u op dit moment niet vertellen. Maar dat laat ik aan u zelf. Dit zijn cijfers die komen uit datzelfde rapport, maar die zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, het betreft het aantal klanten per vestiging naar bedrijfsgrootte. En het zegt natuurlijk niet het aantal medewerkers wat op die vestiging werkt. Want als je 10 vestigingen met 5 medewerkers hebt, heb je ook 50 medewerkers. Maar als je 1 vestiging met 5 medewerkers hebt, heb je dat ook. Het zegt in ieder geval iets meer over het aantal klanten per vestiging. Omzet per vestiging, je ziet eigenlijk in de laatste twee kolommen fikse dalingen. Vooral voor de wat grotere bedrijven met meer mensen in dienst. Maar wat interessant is natuurlijk om eigenlijk uit de twee vorige slides de omzet per klant te zien. En dan zie je toch eigenlijk alweer een beetje een demping van allerlei grote getallen. Maar je ziet nog wel dat er eigenlijk fikse dalingen van sprake is. En dan moet nog de inflatie en de prijsverhoging overheen. Want die zijn in deze metingen zijn die er nog niet. Wat zijn motieven voor mensen om te beginnen met fitness? Nou, natuurlijk gewichtsverliezen nummer 1. Fit blijven en goed uitzien. Mentaal sterker worden en trainen voor een sportieve uitdaging. En in het onderzoek van NL Actief gaf 52% van de fitnessbeoefenaren aan sociale contacten zeer belangrijk te vinden. Dus dat is interessant om daar wat mee te doen. Nou, leg de motieven eigenlijk gestructureerd vast is wel een tip, want dat hebben we later, zullen we zien, weer nodig. En pas de communicatie erop aan. En hoe je dat kunt doen, gaan we eigenlijk ook in deze presentatie leren. Nou, factoren die moeilijk te beïnvloeden zijn natuurlijk, die eigenlijk altijd wel een rol spelen, maar waar we niet direct iets aan kunnen doen. Openingstijden, groepslessen, apparaten die er zijn en dan zijn ze niet stuk, schoon, niet bezet, etc. Zwembad, sauna, dat soort zaken. Sociaal is de community voor en na de lessen, koffie, afspraken buiten het sportsaal, etc. Een WhatsApp groep, open, behulpzame sfeer, gezellig aan de bar. En dan heb je natuurlijk nog het lid zelf. De mate van zelfdiscipline, de mate van zelfkennis, onregelmatigheid, stress op werk of privé, werkzaamheden, persoonlijkheid en karakter en al dat soort dingen. Nou, waarom stoppen mensen dan met fitness? Nou, nummer 1 is natuurlijk te weinig gebruik gemaakt van sportaanbod, volgens het Mullen Instituut. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we hier vandaag bij elkaar zitten, om daar wat aan te doen. Nou, te duur, niet meer leuk, verhuizing. Nou,
Zit een link in deze presentatie waar u zelf alle opgehaalde kennis kunt nalezen van het NSO. Interessant is ook eigenlijk dat gezinnen met kinderen twee keer zo hoog scoorden dan alle andere sporters in Nederland. Dus fitnessschoolsporters die wogen twee keer, of, gaven twee keer zo vaak aan als andere sporters dan hey, ik ga opzeggen of ik heb opgezegd. En datzelfde geldt eigenlijk voor huishoudens met drie personen. Nou, dat is natuurlijk bijna hetzelfde als het andere, maar het is vanuit een ander perspectief bekeken. Nou, wie hebben de drie personen? Of een stel met één kind, of een gescheiden man of vrouw met kinderen. Dus dat zegt wel wat. Nou, dan hebben we eigenlijk een churn classificatiemodel uit de softwarewereld. Omdat er eigenlijk meerdere soorten van churn zijn. Op onvermijdbare churn ga je natuurlijk geen marketingactiviteiten doen. En hoe financieel pijnlijk ook, daar gaan we weinig aan doen. Verhuizing, overlijden, corona of een blessure. Maar er is ook verwachte churn die je al ziet aankomen. Omdat je heel veel energie hebt gestopt in het voorkomen van de churn. Denk aan pogingen om een lid te betrekken. Slagen niet. Keer op keer worden afspraken niet nagekomen. Al dat soort zaken. Maar je hebt ook churn die was vermijdbaar geweest, had je het geweten. Alleen die opzegging komt eigenlijk uit de lucht vallen. En opeens denk je van ja, als je me dat nou eerder had verteld, dan had ik daar wat aan kunnen doen. En dan was die persoon gebleven. Maar nou, dat is eigenlijk de nachtmerrie van elke sportschoolhouder, dan wel custom success manager. Dan hebben we natuurlijk retentie. Retentie is de andere kant van churn. Churn is uitloop van klanten, retentie is behoud van klanten. Nou, wat is nou eigenlijk de impact op de winst? Nou, dat drukken we uit in een metric die heet eigenlijk de Customer Lifetime Value. Dat is alle omzet die een klant tijdens zijn levensduur, en dan niet zijn leven of haar leven, maar zolang die lid bij je is, zal genereren. Nou, ik heb daar eigenlijk onderscheid gemaakt tussen twee soorten klanten. Vaste klanten, dus vanaf maand 13 of verder. Of klanten die nog maar net lid zijn, van maand 0 tot en met 12, dus het eerste jaar. Nou, ongeveer 50% is de churn van de eerstejaarsklanten, terwijl mensen die langer lid blijven, die blijven gemiddeld wel 4 jaar lid. Neem ik aan. Dus het is niet op cijfers gebaseerd. Nou, dat betekent met een prijs van 50 euro per maand dat die vaste klant je nog 2400 euro gaat opleveren in zijn levensduur. Een omzet. En dat de lifetime value van een klant, van iemand die je eerste jaar in je sportschool rondloopt, eigenlijk maar 300 euro is. Nou, dan heb je de cost of acquisition. Ik neem aan dat het ongeveer 100 euro kost per nieuwe klant om een binnen te houden. Dus all in met de tijd die je eraan kwijt bent, promotie, nadenken over strategie, mediakosten, alles. Het drukken van de folders als je dat doet, dat soort dingen, et cetera. En dan heb je natuurlijk een vaste kostenpalet, want het is niet alleen maar halleluja om te draaien. Je hebt natuurlijk nog iets als personeel, huisvesting, energie, afschrijving op de apparaten. Nou, ik neem even aan dat het ongeveer 40 euro per lid is. Nou, dan kunnen we een rekenvoorbeeld maken. Nou, dan hebben we eigenlijk een tweetal voorbeelden. Eén met 50% verloop binnen het eerste jaar en eentje met 25% lager verloop, dus 38% van de nieuwe binnengekomen klanten die vertrekt. En je begint in een maand, bijvoorbeeld in maart 2023, met 40 klanten die binnenkomen. Die gaan je het je eerste jaar een 18.000 euro omzet opleveren. Omdat eigenlijk de helft die vertrekt. Dus van die 40 maakt 20 het hele jaar vol. Maar die andere 20 blijft gemiddeld maar 6 maanden lid. Dus daar, omdat je hebt natuurlijk een spreiding over het jaar wanneer ze opzeggen. Nou, je hebt de acquisitiekosten op. 4000 euro. Je hebt natuurlijk vaste kosten, die 40 euro per maand per lid erbij. Nou, en wat doen ze dan vanaf maand 13 tot en met maand 36, dus jaar 2 en 3? Nou, dan blijven ze allemaal lid even in dit voorbeeld. 24.000 euro omzet, vaste kosten, dat is die 40 euro per maand, 19.200.
Dan als je alle kosten en alle opbrengsten met elkaar aftrekt, maakt die 40 klanten in maart 2023 met 50% churn in het eerste jaar 4400 euro winst voor belastingen aan je resultatenrekening. Slaag je er nou in om die churn met 25% omlaag te brengen, elke maand, hè? Of elke maand, maar vanaf dat moment gaat elke maand komt het voordeel. Dan, zelfde rekenmethode. Ik heb er even 500 euro afgedaan, omdat je die acquisitiekosten volgend jaar niet hebt om die ledenaantallen op peil te houden. En dan maak je eigenlijk maar liefst 45% meer winst voor die 40 klanten. Een winst, hè? Niet omzet, winst. Dan als je er niet in was geslaagd. Dan heb je eigenlijk twee modellen om dat te berekenen. Het klassieke model en eigenlijk het churn model. Nou, ik wil eigenlijk vooral met u even naar het churn model kijken. Het cohort model. En waarom is het cohort model zo belangrijk? Omdat u zo het verloop in de tijd kunt berekenen. Dus niet over je hele bestand of ook die vaste klanten niet erin meenemen. Maar daar eigenlijk onderscheid maken tussen je eerstejaars klanten en je trouwe klanten. Om dan daar een ander soort strategieën op los te laten. Of niet, nou, niet eens een ander soort strategieën, maar een ander soort winstgevendheid metrics en dynamieken. Waarom een cohortanalyse? Je kunt een cohort volgen in de tijd. Als je een nieuwe strategie invoert, dan geldt het natuurlijk voor alle mensen vanaf dat moment. Dus je wilt alleen zien op hey, hoe werkt het op die mensen die vanaf dat moment dus zijn is binnengekomen. Want doe je dat over je hele base, dan is het natuurlijk wel valide in dat het. Maar alleen je kunt het eigenlijk niet meer meten, omdat het voor iedereen is. Dus de hele populatie. Dan hebben we. Om daar een beetje meer uit de cijfers te gaan. Hey, waar hebben we het eigenlijk over? Wat doen mensen nou eigenlijk echt voordat ze. Met al hun overwegingen en wensen en eisen en verwachtingen en hopen. Naar de sportschool gaan, maken ze natuurlijk een hele klantreis. Ze hebben een probleem of ze hebben een uitdaging of ze willen iets doen. Dan gaan ze een proces door waarop de oriëntatie, ze worden lid en ze worden bij je verwelkomd. En dan begint uw spel eigenlijk pas. Ja, dat kan eigenlijk op heel veel vlakken zijn. Niet alleen hoe je intake is, maar legt u ook alles vast. Gebruikt die persoon altijd zijn polsbandje of zijn key? Altijd goed, allemaal dingen om die data überhaupt te vergaren. En daarna begint het spel van, hey, komt hij op de gezette tijdstippen? Gaat hij ander gedrag vertonen? Dat soort dingen. Nou, en dit is in dit geval gaat het hier over een customer journey map gemaakt door Motivaction. Over een denkbeeldige persona die heet Michiel. Maar zo kun je ook bijvoorbeeld Chantal bedenken. Ik noem maar even Sporty. Nou, ze is 25 jaar, afgestudeerd, ze is human resource adviseur, woont in Utrecht, ze is single op dit moment en die sport fanatiek wel 2-3 keer per week. Je hebt ook bijvoorbeeld Mike. Mike noem ik persona weighty, want hij heeft een overgewichtprobleem. 28, samenwonend en traint 2 keer per week en is een programmeur, zit veel achter zijn bureau. Een ander soort persona kan Lida zijn. Lida is een healthy senior. Zo noem ik haar persoon, 68, is getrouwd, met pensioen en komt 1 keer per week trainen. Voor haar is bijvoorbeeld gezelligheid heel belangrijk. Nou, dan heb je Peter, de gymrat, die wil er gewoon goed uitzien, zelfverzekerd, studeert nog en komt 4-5 keer per week. En dan heb je Maartje. Maartje is een spannende, want zij was een van die personen die 2 keer zo hoge kans heeft om te churnen, überhaupt, van de statistiek. Dat is wel even van hoe goed je sportschool is ingericht. Ik noem haar de juggler, van zij moet te vele ballen inhouden. Want ze is gescheiden, ze heeft 2 schoolgaande kinderen, en naar de lagere school bedoel ik dan, en ze heeft een zware baan als manager compliance. En ze probeert 1-2 keer per week, meestal 1 keer per week, en de andere keer is in de weekenden dat ze haar kinderen niet heeft, komt ze naar de sportschool om wat te doen aan haar overgewicht en haar zitvlees. Nou, die verschillende persona's met de verschillende wensen en eisen en gedragingen en hun kans om eigenlijk op te zeggen, die wil je uitdrukken in een percentage, omdat je wil niet iedereen bereiken met je retentieprogramma, met je klantbehoudprogramma, maar alleen de mensen die een verhoogd risico lopen. Nou,
Dat doen we door middel van de Customer Health Score. Nou, dit is een cijfer per klant. 100 is gezond en 1 is heel ongezond. En dat laat ons zeggen natuurlijk een enorme kans om te churnen, om op te zeggen. Nou, die Customer Health Score wordt per gym berekend afhankelijk van de aangeleverde data. We hebben minimaal nodig eigenlijk zoveel mogelijk check-ins. Dus gewoon komt hij naar de sportschool, het liefst dan ook nog, want gaat hij ook, bezoekt hij of zij ook nog klasjes. En ook algemene data als leeftijd, geslacht, datum lidwording, datum reden van opzegging. En nog meer informatie die u wel heeft verzameld in uw, zeg maar, kan denken aan postcodes, dat we weten van, hey, wat is de reistijd. Als je weet vervoer, komt hij per fiets, of hij of zij per fiets of per auto, of openbaar vervoer of whatever. Allemaal dingen die van belang kunnen zijn om eigenlijk te taxeren of iemand een verhoogd risico loopt. Of in ieder geval niet alleen te taxeren, te analyseren op basis van de historische data. Daardoor een score te plagen van, hey, die verhoogt meer kans. Dus die moet je extra in de gaten houden of een programma op loslaten waar we het zo over gaan hebben. Alle andere dingen die u meet en die u kunt herleiden. Hoe meer datapunten, hoe betrouwbaarder het model dat we voor u kunnen maken. Nou, hoe ziet zo'n health score dan uit? Groen, geen risico, laag risico of een hoog risico. Nou, en die score die plotten we dan weer per persona. Dus in je database, Jan is een sporty en heeft sporty 1, dus geen risico. Maar je hebt ook Tina. En Tina is een juggler en die komt zeer onregelmatig. Laatst nog een keer gesproken, haalt haar doelen niet helemaal om allerlei redenen. Dus, zij is een juggler 3. Vervolgens ga je eigenlijk met die combinatie van persona en over risico's lopen, ga je customer journeys ontwerpen. Customer journeys zijn touchpoints die vanuit je eigen regie als sportschool komen en waarmee je die mensen weer probeert te betrekken. Denk aan die juggler, nou, iemand van je personeel heeft daar intake mee gehad. Je laat die persoon bellen van, hoi Tina, hoe is het? Ik zag dat je al een tijdje niet bent geweest, wat is er los? Druk. Nou, je had me hiervoor gewaarschuwd en jij zei ook van, nou, als je het ziet, pak me bij de vleten. Dus hier bel ik je nu voor, kom, maak een afspraak en we gaan zorgen dat je weer on track komt. Maar bij die way the drink kun je misschien, omdat je daar eigenlijk niet zoveel van weet. Je hebt één keer een intake gedaan, maar degene die intake heeft gedaan is weg. En voor de rest heb je niet zoveel binding met die persoon of je kent hem niet. En dan ga je een andere e-mail sequence op doen. Dan laat je bijvoorbeeld, ga je eerst even een e-mailtje sturen met een uitnodiging voor een groepsles. Groepsles voor mensen die ook willen afvallen. Want hij is niet alleen. Niet de enige die dik is, er zijn meer mensen die er last van hebben. En samen word je sterk en kun je ook aanmoedigen. Kortom, je kunt daar verschillende engagement tactieken en strategieën bedenken. Op een combinatie van persona en risicofactor. Wat dus die drie... hoe ziet dat er dan feitelijk uit in een marketing automation pakket? Zo. Dus het is gewoon een print screen van een complexe automatisering die wij voor een klant hebben ingericht. En daarmee kun je zien dat we alle uitzonderingen, bochten, wachten, et cetera. Dat kan allemaal ingeregeld worden. Dus waar we naar streven is een unieke customer health score per unieke klant. Nou, hoe komen we daaraan? U levert eigenlijk een tweetal bestanden aan. CRM data met zoveel mogelijk datapunten. Bezoekdata. Daar maken wij een analyse op. En u krijgt een Excel sheet weer terug, zeg maar. Met een klant ID of een klantnaam, maar goed. En er staat gewoon persona en een customer health score tussen de 0 en de 100 staat daarbij. En wat zegt u dan van, ja, wat moet ik dan met die sheet? Nou, dat is afhankelijk van hoe handig u zelf bent. Maar in principe, de basis is, u importeert of matcht die gegevens met uw CRM. Waardoor die health score en die persona ook in uw CRM pakket staat. En vaak is een CRM pakket een marketing automation pakket 1. Of in ieder geval de lopen verbinding heen en weer. In je marketing automation pakket staan die persona's klaar. En die persona, welke health score, dus sporty 3, et cetera. Dat soort dingen staan daar klaar. Dus zodra iemand in het bakje sporty 3 komt, baf, gaat die sequence lopen. Totdat hij weer
wordt afgemeld. En dat kan door een gedraging zijn. Het kan ook handmatig zijn, afgemeld bedoel ik voor de automatiseringscyclus. Dat kan ook blijven doorlopen totdat u dat wil. Het kan allemaal aangegeven worden. Nou, en die klant die heeft natuurlijk interactie daarmee. Als het per e-mail is, opent die of klikt die. Als er bezoekdata is, komt die wel of niet bezoeken, et cetera. Die data die komt wel weer terug. En daarmee weten we eigenlijk of uw programma effectief is of niet. Wat doen wij hier graag voor u? Nou, wij doen eigenlijk alles voor u, van A tot Z, indien u dat wil. We maken de exportbestanden klaar, indien u daar zelf geen tijd voor heeft of niet kunt. Wiskundige datamodel, dat is van ons, daar passen wij natuurlijk toe. Marketing automation software leveren of inrichten als u dat al heeft. Customer journeys inrichten, content creatie, dus denk aan het design van de e-mail templates, de teksten, de variables, de personalisatie, al dat soort dingen. Inrichting van de analytics en metingen, instructie en opleiding van medewerkers en met raad en daad ontzorgen wij u en ondersteunen we u waar we maar kunnen. Samenvatting, effect van retentie zit in de klantduur. Een verbetering van 25% in het eerste jaar levert minimaal 45% hogere winstgevendheid per klant op gedurende de levensduur van die klant. Verschillende personen hebben ook verschillende redenen met goede voornemens, om hun goede voornemens los te laten. Benaderen ze daarom ook anders. Dit was het einde. U kunt mij bereiken via LinkedIn of u belt mij op 06-17-45-2922. U kunt mij ook een e-mail sturen naar joost@i-commercemanagers.com. Dank u wel voor uw tijd en hopelijk tot ziens.